is weggaan. Bas, die moest weg. Je kan... kom ik daar misschien. Wil je hier zitten? Dan, Ja, dan. Oh. Ik moet dan even de bocht nemen. Ik zag het voorbij. Ik zag het. Meer of minder lucht. Wat gaan we doen? Meer lucht. Meer of minder lucht. Ik wil zeggen, volgende week donderdagmiddag, Hemelvaartdag, is een leerdag in Den Haag, mede georganiseerd door Yeshiva's Pensionarium. Het zou leuk zijn als jullie ook komen. En we kunnen... Niet zo ver. Houd toch op, niet zo ver. Ja, dat weet ik van de Amsterdammers. Ik weet het. Amsterdam, Den Haag. Toen wij nog in Den Haag woonden, Amsterdam, Den Haag was vreselijk ver. Den Haag, Amsterdam was nooit ver. Dat weet ik voor die Amsterdammers. Wat? Ik moest een keer een taxi naar Den Haag doen. En met een Amsterdamse taxi. En dat was veel duurder dan de terugweg van Den Haag naar Amsterdam met een Haagse taxi. Dus dan blijkt dat de afstand voor Amsterdam groot is. Ik kruis dus, je hoeft mij niets te vertellen. Toen wij nog in Haag woonden, Amsterdam, Den Haag was er. En dan kwamen we, was ik in s'avonds, dan gaan jullie weer helemaal terug. Nou, dat is zeer interessant. Waarschijnlijk Raaf Jacobs nog interessant. Raaf Jacobs spreekt daar ook. Toevallig. Jullie hebben al van de week een convocatie van mij gekregen. Vandaag op de mail. Jullie krijgen van de week ook. Dus een heel programma. Raf Jacobs, Raf Forst, Wim van Dijk, Raf Katsman. Iemand die over de historie uit Den Haag. Een diner na afloop. Nou, wat wil je nog meer? Dat gesprek gaan naar Moshe Gottschalk. Gornisch. Echt niet. En is dat ook op... Daar gaat het niet op. Maar het is niet op Zoom, hè? Het is niet op Zoom, ik denk niet. Is het voor vrouwen ook? Of is het... Ja. Ik zou het voorstellen. Is dat ook op Zoom? Nee. Dus volgende week donderdag. Is voor Hemelvaartdag. Hemelvaartdag. Is Hemelvaartdag. Lacht bij oma, toch? Nee, Lak de Oma is de week zelf. Lak de Oma is de week zelf. Lak de Oma is iets anders dan Hemelvaartdag. Ja. Ja, dat is de week zelf. Dat betekent Hemelvaartdag. Het is niet in de hemel. Geen hond meer in Nederland die het als een religieuze dag. Niet veel mensen meer dat als religieuze dag beschouwen. Voor mij was het altijd echt op zoek op. Voor mij was altijd een werkdag. Toen is gewoon... Ja, zeker. Ik had altijd de winkel open en alles. De kinderen gingen naar school. En wij hadden... Ja. Dat vind ik ook heel terecht. Goed, we gaan het hebben over Lak de Oma. Ik had artikel opgeschreven. Of even de titel. Maar ik wist niet wat nou verband is met Lak de Oma. Maar dat geeft niks. Dat geeft niks, want de titel, ik maak niet willekeurig. Wordt het vaak een tijdje van tevoren aangevraagd. Maar de Shaloh HaKodesh zegt dat niks willekeurig is. Ben ik dat? Dat is één beetje te beantwoorden. Ik bel je later, goed? De Shaloh HaKodesh zegt dat... niks is toevallig, moet ik zeggen, niet leren, Shaloh HaKodesh, maar ook de gebeurtenissen, wat er gebeurt, et cetera. Vaak heb ik bijvoorbeeld de neiging om, te denken, als op een gegeven moment een bepaalde sidra gelezen wordt, bijvoorbeeld bij Lak de Oma, Behar, en deze week is Lak de Oma. Dat toeval is. Nou, toeval bestaat niet. Maar de Shaloh brengt altijd allerlei linken, verbintenissen. En zegt de Hakobe de Shomayim. En zeker ook als je op een gegeven moment bepaalde sidra leest. Zo'n dit jaar. Dat het samenvalt in de week van Parshat Behar.
dan is dat niet zomaar toevallig. En wat we gaan doen is de link leggen tussen Lac Beaumer en Parsis Bahar. Maar natuurlijk meer linken die we kunnen leggen. Want dat is wel belangrijk, is dat men ziet dat alles aan elkaar gekoppeld ziet. En daar walt je soms overheen. En als je heel, heel zakelijk denkt, ja, dit jaar de berekening van dat de zoveelste dag, de achtergrondse Pesach in Israël is dus niet en hier wel, weet ik wat. Dat is dan toeval. Nee, dat heeft altijd een bepaalde verbindenis. Maar verder, wat is Lac Beaumer? Lac Beaumer is de Yom HaElulah, de sterfdag van de Reb Shimon Bar Yochai. En toevallig, in de Sidra, in de Perkei Avot van Aanstaande Shabbos, dus waar dus deze week centraal staat, de vierde perek, daar wordt een maimer gebracht van Reb Shimon Bar Yochai. En dat gaat over het feit dat er zijn drie ktarim, ketters, verkronen. Ketter Kohuna, de kroon van Kohuna, de ketter van Torah en de ketter van Malchut, koningschap. Maar er is ketter Shem Tov, Ole Al Gabeem. Maar de ketter van een goede naam overstijgt dat alles. Dat is belangrijk. Staat boven die andere kronen. Wordt de vraag gesteld, dat is een van de uitspraken van Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai heeft wel meer dan één uitspraak gedaan. Hij komt bijna iedere maseg, komt hij voor. Waarom de Auschkerechend in deze week, waarin zijn sterfte, zijn jaartijd is, wordt dan dit citaat van hem, deze uitspraak van hem gebracht. En nog interessanter is, waar staat het in de Perkei Avot, in het vierde perk, okay, dus het spreek van deze week. Maar het staat als nummer, het heet toch nummer, simaniem, nummer 13. Dus ook dat is niet toeval. En dus we hebben dus een aantal vragen. Het is Lac Beaumer, wat is het betekent van Lac Beaumer? Wat is het verbinding tussen Lac Beaumer en Bahar? Derde vraag. Waarom wordt de uitspraak van Rabbi Shimon Bar Yochai, wordt deze, toevallig, deze uitspraak deze week gebracht in de Perkei Avot? En waarom staat het dan in Simon 13 en in Simon 12? Ja? Dat gaan we proberen aan elkaar te koppelen. Hebben een aantal mensen al een idee? De totale koppeling? Nog niet. Goed. Nou is het natuurlijk zo, ik kan zeggen, ja, maar het is een minhag dat zo samenvalt. Maar minhag Yisrael Torahi, ook een minhag, is een deel van de Torah. Maar je hebt vaak de gewoonte om die minhagim weg te cijferen. Het is slechts een minhag. Ja, dat klopt. Het is slechts een minhag wanneer we praten over een halachische uitspraak. Op een gegeven moment. Iets is een wet van de Torah. En je moet kiezen tussen een wet van de Torah of een wet van de Rabbanan. Of een minhak. Nou, dan is die wet van de Torah weegt zwaarder. En die is zwaarder dan een wet van de Rabbanan. En een wet van de Rabbanan weegt natuurlijk zwaarder dan een minhak. Maar dat betekent niet dat daarmee zeggen, dat is dus voor de halachische uitwerking, dat betekent niet dat we gaan zeggen dat het dus niet waardevol is. Ook minhak Yisrael Torahi moet wel echt een minhak zijn. Er sluipen soms minhakim binnen, die kan toch wel raken. Ja? Wat is dat een minhak die van de Portugezen en de Ashkenazi? Waar telt dat dan? Nou, dat zijn de beide tellen. Het zijn beide minhakim. Maar je mag nooit, het is niet juist om bestaande minhakim zomaar weg te zijn. Oh, dat sluit een minhak. Dat is niet zo. Je ziet ook. Op een gegeven moment, dat is dan meer niet laag is of niet filosofisch, maar je ziet toch, als ik in de Sinaï ben, of de Geron de Psyriase afdeling, dan zie je dat die mensen weer korte geheugen zoek is, alle futiliteiten, even dan te noemen, melagin, dat blijft ze bij. Ja, ik weet, mijn moeder, die was de laatste jaren was in de Sinaï, en op een gegeven moment komt iemand bij haar vragen met
Maar dan wil hij de menorah aansteken. Ze wist niet waar het over ging. Toen zei iemand, de menauro. Ah, ja, natuurlijk, de menauro. Ja, wat ik aan wil geven is, ja, dat blijft bij, dat maakt een diepe indruk. Ja? En dan gaat het niet om hoe moeten we dat zien, waar komt het vandaan? Als je een muur hebt, en die muur valt om, dan is het stenen die het hoogst in de muur zitten, vallen het verste weg. De min hagim. Wat? Heeft hij al eerder verteld? Ja, dat kan. Dat maakt toch niet uit. Maar dat is goed zo. Ja, dus de dingen die verder wegvallen, die komen in principe van hoger. Dus, maar, pas op, het mag er ook weer niet toe leiden dat dus we ons gaan bezighouden met, zeg maar even, met want als de mij erop zin bij Yogai, we gaan vliegen en we zitten in allerlei kabbalistische toestanden om high te worden en dat soort dingen, toestanden meer. En de essentie verliezen we, hè? Ik heb het wel vaak verteld. Je hebt van Kabbalah voor beginners, dus net zoals hogere wiskunde voor mensen die nog niet kunnen tellen. Ja? Want de hele diepe wetenschap, en als we op een gegeven moment de Tahara doen, een lijkwassing, dan zeggen we ook dat we dus niet alle kavones kennen. En dan kun je de boeren vragen, oké, we kennen ze niet, maar doe alsof we het wel kennen en vergeef ons als we iets verkeerd doen. En ik kom bijvoorbeeld met Tarot, een heleboel Minhagim tegen, ja, die kunnen allemaal een oorzaak hebben, hebben ook allemaal een oorzaak, tenzij er iets geks is ingeslopen. Als op een gegeven moment besloten bij een Tara om bij wie er wisten was je maar een droge taaier te doen, ja, dat de minnaak hier in de onzin. Ja. Of als op een gegeven moment, ik weet niet, pas de avond kwam, dat houden ze niet de minnaak op vrijdagavond te davenen. De onzin, de soeganoog is even davenen op vrijdagavond. Ja, dus dat is onzin dan. Maar een echte minnaak, of het nou bij de Sfardim is of bij de Ashkenazi, kan je niet wegvagen. Maar dat betekent niet, en daar moet je voor oppassen, dat je alle minhagim door elkaar gaat doen. Ja? Dat is niet juist. Dat is alpidin niet juist. Ja, dus laten we zeggen, ik vind persoonlijk, vind lange pijs heel erg, zou ik heel graag willen, maar dat doet men niet in mijn training. Dus moet ik het niet zomaar een minnik wegplukken hier en een minnik daar. Dat zie je soms mensen die dan ja, terugkeren naar Joden, plukken hier een minnik en daar een minnik. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je moet je houden aan de minnak hamakom, aan de lokale minnak of de minnak die je hebt meegekregen, et cetera. Ja, maar je kan niet alles door elkaar gaan hossen. Dat neemt niet weg dat die minnakim natuurlijk geen onzin zijn. Ja? Maar een minnak, je houden aan een minnak is niet hetzelfde als je houden aan een wet in Soeganaroog, in de Soeganaroga. Maar het is qua de Kudusha absoluut niet minder belangrijk. Weet je, bijvoorbeeld met Pesach is er een minhak. In het vraag van Manistana, een van de gewoonten is de eerste vraag, waarom dopen we zelf niet gedurende het jaar, zelf niet één keer en nu tweemaal? Wordt de vraag gesteld, volgens die Noesach, die dit als eerste vraag heeft voor het kind, dat klopt toch helemaal niet? Dat kind vragen is wat belangrijk is. Waarom eten we matzes en geen gomets? Ja, dat is een wet. Terwijl dat indompelen is slechts een gewoonte. Oké, als het kind weet dat niet, dan moet het kind vragen wat hij eerst ziet. Nou, wat ziet hij eerst bij de zederavond? Het leunen. Want dat hebben we al kiddoes gemaakt. Ja, nee, waar komt hij mee met? Wat is de reden van het indopen? Slechts een minhag. Maar juist van die minhagim die de meeste indruk maken en het meest bijblijven. Ja, dus je moet er niet in doorslaan, je moet ook niet wegvagen. Oké. Dus we hebben de minhak om de Pirkei Avot te leren in deze periode tussen Pesach en Shavuot, minhak. Maar als dingen dan lopen zoals ze zijn, heeft het ook een reden. Dus de vraag, een aantal vragen. Vraag A, wat is de connectie tussen Behar en Behar en Lak BaOmer? Wat is de verbinding tussen Reb Shimon Bar Yochai? En waarom wordt van hem gebracht de uitspraak van Keter Shem Tov Ole Al Gabehem, dat de goede naam overstijgend is. En waarom staat het in de vierde perik Simon 13? Ja, want dat is ook dus dan de minhak. Ja.
En we hebben eigenlijk in Bahar zelf ook nog eigenlijk een vraag. Want is Bahar een logische sidra? Is Bahar, wat zal er niet logisch zijn? Nou, we weten dat het begin van een sidra, het eerste woord, is in feite de kortste samenvatting. Nou, als je een boek hebt, en die boek heeft een titel, als dat een juiste titel is, dan is in feite die titel, geeft die kort weer de totale inhoud van het boek. Aan het einde, het laatste, ik wil geweld. Frank Leef hier. Och, Motje? Wat Motje? Frank! Ik zus. En aan het einde... Soms niet. Hè? Dan moet hij... Ja. En aan het einde wordt als het ware het probleem opgelost. Zo werkt een boek. Nou, zo werkt de Torah ook. We hebben het hier uitgesproken gesproken over het begin van de Torah en over het eind van de Torah. Maar dat kan je in principe ook vragen bij de... Ja, wat wil je? Wat? Ja, dan moet je, ik laat je zo, dan moet je indenken, ze laat je binnen. Nou, dat is niet. Nou, moet je het nog een keer doen. Laat ik je binnen. Laat ik je binnen. Oké. Doei. Het is, sorry, ook dus het laatste woord van de sidra is als het ware de kortste samenvatting. Niet de kortste samenvatting, maar daar komt ervoor wat er eigenlijk gezegd is. Ja? Dan is dat duidelijk. In feite, als je het hele boek hebt gelezen, kan je volstaan met de naam en het laatste van een boek. En ertussen is allemaal om het te begrijpen uiteindelijk. Daarnaast is de naam natuurlijk ook nog iets wat in feite ook de kortste samenvatting, niet zomaar een naam gekomen. Die namen zijn weliswaar niet bij Matan Torah gegevens is ontstaan een paar duizend jaar geleden, die namen die wij geven van de sidra. Maar als iemand met een get meer dan 30 dagen een bepaalde nickname heeft, dan moet dat meegenomen worden. Dus als je op een gegeven moment een naam langer dan 30 dagen hebt, dan is dat Alpidin, is dat de naam. Dus als een sidra op duizenden jaren die naam draagt, hoewel het bij Matan Torah nog niet was, maar ondertussen is dat zo ontstaan, dan is dat niet zomaar. Dan heeft dat ook een betekenis. Oké, nou, als we kijken naar de pasjes Bahar, dan zien we op iets vreemds. Want Bahar betekent op de berg Sinai. Een summum van spiritualiteit. Joost volgens mij de berg Sinai, wat kan er nog heiliger zijn? Nou, geweldig. En wat gaat er gebeuren? Dan gaan we spreken over Shemitah. Dat je het zevende jaar het veld moet laten rusten. Nou, zo, dat is al niet zo spiritueel. Het heeft te maken met landbouw, met pardozen. En wat gebeurt er dan? Dan vraag je, stel, zegt Torah, geeft dus aan dat je de vraag mag stellen. Want, ja, waar moeten we nou doen? Als ik het zevende jaar niet werk, dan komen er de problemen. Ja? Is het antwoord, maak je geen zorgen. Het zesde jaar zul je drie keer zoveel hebben. Ja? Allebei, oké. Okay. Maar je kan dus afvragen... Ho. Dit wijst niet op een grote spiritualiteit. Als ik het dus morgen moet zeggen... Dat ik zes jaar het land moet bewerken... en het zevende jaar moet laten rusten... dat moet ik gewoon doen. Wat betekent het nou dat je me, wat betekent dat je me gaat zeggen van... ja, maar Kusbo, wat moet er eten? Dat is beide beentjes op de grond, hè? Ja. Dat is interessant. Het feit dat de Torah dit brengt, dit leert ons wel wat. Dit vertelt ons dus dat je die vraag mag stellen. Wat een beetje tegen de emuna indruist. Het is interessant, ik heb vorige week, als ik gevraagd voor een dien Torah, dus er was iemand die wilde iets doen, en had drie rabbijnen genomen, dat was om Zoom, en het ging erover dat een rabbijn wilde ergens in een bepaalde plaats een grote investering doen. Ja, voor zijn gehele.
En toen, nou goed, er werden verschillende vragen opgesteld door degene die deelnamen. Wat ga ik met Shabbos doen, weet ik wat allemaal. En ik heb toen gevraagd, maar stel nou het mislukt. Ja, het mislukt. De investering mislukt. Ben je dan failliet en kan je je werk niet meer doen? Die rabbijn werkt, doet gewoon goed werk. Gaat nu een risico lopen? En de vraag was, mag je dat risico lopen? Nou, ik zei, nou stel het mislukt. Ja, dan ben je je geld kwijt. Maar betekent dat dan dat jij niks meer kan doen? En je moet terugtrekken? Of kan je het werk wat je nu doet? Oké, je hebt een strop gehad, maar kan je wel verder gaan? Ja? Was het... Dat was mijn vraag. Toen werd ik een beetje aangevallen door iemand, een van die anderen bij hen, zei, luister, ho, als je met Kedusha bezig bent, niet heilers, dan moet je niet gaan vragen als het mislukt. Dan moet je verwachten dat Kusborg een broge geeft en het dus lukt. Je doet het Shem Shomayim, dan moet het lukken. Waar komt die vraag vandaan? Hoe kan het vragen? Dat mij gevraagd. Ja? Maar mijn antwoord is, kijk wat hier staat. Hier in de Sinaï deze week. Kusborg zegt ons dat het 17 jaar moet rusten. En dan komt er een vraag, die wordt opgenomen als een onderdeel van de Torah. Maar waar moet ik dan voor leven? En dan komt er een antwoord. Met andere woorden, die vraag mag gesteld worden. Maar het wijst dus niet op spiritualiteit, het wijst op beide benen op de grond. Nou, dan gaan we nog verder. Heb je daar ook mee verdedigd? Wat? Heb je jezelf daar ook mee verdedigd? Nee, ik hoefde me niet mee te verdedigen, want het ging niet door mij. Het ging erom, ik had gevraagd aan diegene die de vraag voorlegde, wat is je risico? En ik hoorde stom toevallig, toen ik in Canada was, had gehoord, want er was iemand uit Israël, en die had die opmerking van mij vernomen, en diegene wist er zeer gesteund. Met een logische vraag. Jawel, maar ik geef even, ja, iets wat niet onlogisch is, ja, maar dat mag dus. Maar als nee, het komt van Kusborg, je moet vertrouwen. Nee, ik vertrouw ook, maar anders, je kan niet met je armen over elkaar gaan zitten, doe het raam over, wacht tot de tientjes binnenvliegen. Dat kan dus ook niet, ja? Oké. Okay. Dus we beginnen met iets desalniettemin. Het is met beide benen op de grond. Ja? Dus we beginnen met iets Behar Sinai, het summum van spiritualiteit. En dan direct daarna, ja, maar je volgt ook eens borgen natuurlijk. Weet ik wel of ik dan genoeg te eten heb? Ja? Ik heb een vraag een keer gekregen. Iemand vroeg mij, best goed bedoeld. Die zei het volgende. Die vroeg mij, hebben ze dat nou in Israël, dat je in het zesde jaar driedubbel oogst? Hebben ze dat bewezen? Want ze zouden kunnen gaan meten in Israël. Ja? En dan kan je zien, dat staat klopt. Ja? Dat is even de vraag of het vandaag dat met de reis of met de rabbijn is, of daar kan je buiten beschouwing. Maar ik heb geantwoord, ik vind je vraag deugdend. Zo zei ik dat niet, maar dat bedoelde ik wel. Want jij gaat ervan uit dat de Torah klopt als de wetenschap het bewijst. Bewijst precies andersom. Als de wetenschap iets zegt, wil ik, en het is een eerste met de Torah, klopt die wetenschap niet. Dan praat ik even goed oppassen, de wetenschap en wetenschap, waar we er over gaan spreken in Den Haag. Ja, we praten niet over exacte wetenschap. Hè? Als, als we nu een nieuwe ziekte ontdekken en de dokter zegt dat en dat is het geneesmiddel, dan is het een exacte wetenschap. Hè? De dokter ziet dat middel, ik kan zeggen, niet weet waarom het werkt. Ja, maar dan nog, dan is dat de wetenschap. Dat is natuurlijk een hele andere wetenschap als hoe oud is de aarde. Ja? Maar wat je ziet is dat mensen vaak proberen om de Torah aan te passen aan de wetenschap. Ja, dus als je op gaat van, ja, de wetenschap, de wereld is nog zoveel biljoen jaar oud. En dat we dan gaan zeggen, ja, dat is toch tegenspraak met 5782. Ja, wel, maar de eerste dagen, dat kunnen ook miljoenen jaren zijn geweest. Dan ben ik dus de wetenschap, de Torah, het aanpassen aan de wetenschap. Ja? Dat vind ik dus een volkomen verkeerde benadering. Dat is helemaal niet nodig, het mag gewoon 24 uur zijn. Ja? Dat even terzijde. Dus we zien dus, we beginnen bij haar Sinai, spiritualiteit, woeps naar beneden. Ja, maar als ik dat dan doe, hoe moet ik dan met me eten? En aan het einde van de Sidra,
Wat staat er dan? Waar gaat het over? Dat iemand is zo arm geworden, dat hij zichzelf verkoopt als slaaf. Ja? En er is een kesalkedij toch, een gedachte, dat als iemand een slaaf is van een afgodendienaar, dat hij afgoden mag dienen. Dat mag dus niet. Maar er is wel zo'n gedachte. Want hij is slaaf, hij moet doen wat de baas hem zegt. Dus als de baas afgoden dient, moet hij ook afgoden dienen. Ja, nogal, het is niet zo, maar er is zo'n kesalkedij toch, zo'n gedachte is er wel. Ja, zo kan je denken. En die gedachte wordt gebracht. Ja? Dat is wel een hele erge afgang allemaal. Ik heb dat bij kinderen in de oorlog als onderduik ook hebben gedaan. Dat we de katholieken waren en hebben meegeleden. Nee, die wisten dat niet. Nee, dat is een ander verhaal. Die kinderen moesten mee naar de kerk. Zijn we niet geweest, maar aan tafel moesten we bidden. Afhankelijk van de situatie waar het kind belandde, moest het kind natuurlijk meedoen. Hè? Werd gebracht, dit kind is een neefje van. Ja? En als dat kind plotseling niet kan meebidden en niet naar de kerk gaat, dan werd hij vermoord. En dan praat je op die kort nefes. Totaal ander verhaal. Het kind was niet een slaaf van die ouders, van die mensen. Dus, dat valt niet onder. Dat is iets anders. Om dat kind te redden, moest hij meedoen. Als je ouders probeert het kind te behouden voor het christendom, een ander verhaal. Wat natuurlijk ook gebeurd is. Ja? Alles is gebeurd. Ja. En nog gebeurt ook, want er is nu weer actief. Maar goed, er zijn mensen vanuit de missie bezig die mensen uit de Oekraïne, van de heleboel helemaal niet Joods zijn, dat even terzijde, ja, te bekeren. Hier bij de Jumbo staan ze ook, hè? Ja. Op donderdag, ja, te bekeren. En als je gaat kijken, en ik heb in Amersfoort regelmatig op het station, als kinderen van het geiten daar komen, worden ze benaderd. Dat is, overschat dat niet. Je wordt vaak aangesproken, mag ik nu even het ware geloof? Ja, precies. Ja. Dank u wel. Maar de vraag is dus, we zien iets vreemds. We zien het dus, we beginnen met spiritualiteit, we dwalen af. Gewoon eerst, wat moet ik nou eten? Mooi dat er, zeg maar, wat moet ik nou doen? En dat is dus gerechtvaardigd. En tenslotte kan het ook nog zo zijn dat ik afgoden moet gaan dienen. Ja? Dat is helemaal, terwijl het behaar. De Sidra praat over spiritualiteit. Dat is één vraag. We gaan naar Rabsion Bar Yochai. Wat was het specifieke van Rabsion Bar Yochai? Waarmee is hij bekend geworden? Nou, natuurlijk uiteraard een groot Talmudist. Ja, hij komt overal voor. Hij heeft dus 12 jaar in een grot vertoefd. Hij komt naar buiten. Wat is er toen gebeurd? Alles verbrand. Alles verbrand. Waarom is alles verbrand? Omdat hij het niet kon vatten dat mensen bezig zijn met gaiachol, met futiliteiten, met akkeren, met ploegen. En niet met spiritualiteit. Je bent toch niet op deze aarde om te gaan werken, aarde mag dus mogen te dienen. Maar hij is toen teruggegaan. En in het 13e jaar is hij eruit gekomen. En toen was hij van mening veranderd. Ja, wat heeft er plaatsgevonden? Waarmee is hij van mening veranderd? Hij was van mening veranderd met het volgende. Wat was precies... Laat ik het anders zeggen. Ik herinner mij dat in de yeshiva in Brunoa, waar ik geleerd heb, en hadden we het dus jaren geleden, en er was een hele beroemde rabbijn die had de leiding, die had een, op zijn kop, toen een oom van mijn vrouw, die uit Rusland was gekomen in 1972, die heeft 6 jaar gevangenis gezeten, omdat hij, zoals bij het tweede proces, bij 3 jaar heeft gekregen, hem werd verweten dat hij leeft orthodox Joods, en hij is aanhanger van de Lubavitse Rebbe, Jitschnissen, die nu in Amerika zit, de vertegenwoordiger van God op aarde, dat zijn dus die Russen, die communisten, en de leider van de Russische Joden is nu dat Nissen Nemanov, dat is de man waar ik over spreek. Ja, dus die man die dafde 6 uur per dag, maar die had dus honderden ondergrondse toestanden onder zich, en een kei van een man. Toen we kwamen er op bezoek in Yeshiva, Menachem Begin en nog een paar van die figuren. En toen zei hij dus, in hun optiek zijn wij Batlonim. Wat is Batlonim? Niets nutten. Ja?
En toen zei hij, hoewel een batlam, iemand die niets doet, een heel hoog niveau is in spiritualiteit. Dat wil zeggen, je laat je niet beïnvloeden door materialisme. Je bent alleen spiritueel bezig. Nou, dat is niet dos menis, dat bedoelen zij niet. Ja? Maar het is wel zo dat, er is een dien, dat iedere Joodse gemeenschap 10 asor batloni moet hebben. 10, nou, niets nut, ik bedoel niet met dat niks nut meer in negatieve zin. Mensen zich volledig kunnen concentreren op de Torah. Dat is de kern van de Joodse gemeenschap. Niet iedereen kan dat, niet iedereen heeft de mogelijkheden toe. Maar de gemeenschap moet zorgen dat de asor batloni 10 batlonim zijn. Reb Shimon bar Yochai, hij is het prototype van Terosse Umnosse, dat hij was een man van leren, van spiritualiteit. Je hebt sommige mensen, die zijn meer doers, leren iedere ochtend een perik zaagjes, een perik s'avonds, s'morgens, hoofdstuk en s'avonds, hoofdstuk, leren wat. Maar hun ding is goede daden. Ja, gewoon in de wereld geld maken, mensen ondersteunen, dat is hun daad, dat is hun ding. En anderen, hun ding is om te lernen. Ja, ze kunnen behoren tot de Asor Batlonin, de 10 nietsnutten, met een losgerukt hem van materialisme. Het prototype van zo iemand is Reb Shimon bar Yochai. Ja, hij was het prototype van lernen. Daarom toen hij de eerste keer uit die grot kwam, kon hij gewoon niet vatten dat de mensen waren bezig met akkeren. Met materialisme kon hij gewoon niet vatten. Dus er moest nog even bijgeschoold worden. En toen snapte hij dat het er ook moest zijn. Maar hij bleef het summum van Torato, ja, zijn Torah-studie, dat is zijn vak. Als dat dan zo is, dan moeten wij een vraag stellen. Wat heeft hij gezegd? Er zijn 3 kronen. De kroon van Malgoed, koningschap. De kroon van Kehuna, priesterschap. En de kroon van Torah. Ja? Ketter Torah. Dus dan even de vraag, wat betekent Ketter Torah? Wat is de kroon van Torah? Is dat de Torah een kroon is? Of is dat de kroon die op de Torah staat? Ja, we hebben een menhaak om op een Torah een kroon te zetten. Ja? Maar wat bedoel ik? Betekent dat dus dat is de kroon die op de Torah staat? Of betekent dat er ook een kroon in de Torah zit? Ja? Je kroont de Torah, je laat zien dat het belangrijk is. Dat is een eenvoudige betekenis. Maar dieper gaat dat anders. En zeggen we het volgende. Wat was de specialiteit van Shimon bar Yochai? Hij wist uit de Torah de kroon te halen. Kijk, de Torah, Yeshivim panim la Torah. Ieder woord in de Torah heeft 70 betekenissen. En globaal praten we over 4 niveaus. Ja, de eenvoudige betekenis, de geschiedenis, de wat leren wij, waarom zijn de zussen geschreven, en zo, dan leren we die wet uit. De derde niveau is de filosofie. En de vierde niveau, dat noemen we de rozin, de oraita. Als je de Torah letters leest, dan staan hoe zeg je tarwi in het Nederlands? Die dingetjes die daar boven zitten. Hoe heet het Nederlands? Kroontjes. Oké, dus die gefrommeltje, die kroontjes, die staan symbool voor de diepere betekenis van wat er staat in de Torah. En degene die die diepere betekenis, Penimut HaTorah, wat er natuurlijk in zat, maar naar buiten, maar dat bleef bij Yechidim Segura, bij enkelingen, ja, die hele diepe betekenissen, hij heeft dat naar buiten gebracht. Dat is de Zohar. Dus hij heeft de diepere betekenissen naar buiten gebracht. Maar dan moet je oppassen, want die diepere betekenis, daar moet je niet meer aan de haal gaan. Ja? Ik zei schetsend even, sommige mensen die kunnen nog niet tellen, maar ze zijn wel al bezig met Joodse mystiek, totale waanzin. Ja? Eet eerst kosher, houd eerst Shabbos, en probeer eerst de diepere betekenissen, en zo helemaal daarmee klaar met gaan, en dan staat dat je moet tot je 40ste, mag je dat überhaupt niet bestuderen. En dan bedoel ik niet met 40, nee, soms ben je op 80, zijn niet op het niveau van 40, anderen van jongeren zijn het wel. Ja, maar als je op een gegeven moment daarin gaat zitten, dan kom je er geschonden uit.
En dat zien we ook in de Talmud, het voorbeeld van, er wordt gebracht dat een aantal geleerden zijn dus in de Pardes, in de diepe betekenis gedoken. En ze zijn allemaal beschadigd uitgekomen. Behalve Rabbi Akiva, die nichtes besollen, jeetse besollen, is er ingegaan en eruit gekomen in Shalom. Het heeft hem niet geschaad, maar de anderen wel. Ja? De anderen zijn er beschadigd uitgekomen, omdat ze er verkeerd mee omgingen. Op een gegeven moment ga je zweven en zie je ze vliegen. En dat is niet de bedoeling. Ja? Dat is in feite wat de fout van de zonen van Aaron, dat waren niet zomaar een steltje schurkies die dingen verkeerd wilden gaan doen. Nee, ze dachten dus dat door het gebruik te maken van hogere dingen, dat ze dichter bij Kodesh Borgo zouden komen. En dat mag niet. Je mag niet zomaar van het gewone afwijken. Je mag geen drugs gaan gebruiken om spiritueel hoger te komen. Ja? Ze gingen geen drugs gebruiken, ze wilden gebruik van dingen in de Mishkan. Maar dat mag ook niet. Dat mag alleen maar zoals het is. Ja? Dus zwart-wit gezegd, er is een rotsoe en een soef. Er is dus, ik hunker naar Kodesh Borgo. Ik wil heel dichtbij hem zijn, geweldig. Nou, in het christendom, als je heel vroom wil zijn, dan ga je in celibaat. Dan zonder je af in een klooster, ergens op een... Ja, in Toflemonen dus. Ja, in Toflemonen. Ja. Ja. Ik heb al een grapje verteld, niet? Van die Joodse jongen, ik heb het niet verteld. Een Joodse jongen die een niet-Joods meisje kreeg, mij had een Joodse vriend. Die ouders waren fel tegen, die wilden geen Joden in de familie hebben. Dat is gewoon echt waar ook, hoor. Dat ze dat niet willen. Ik heb recentelijk iemand gevraagd, die vertelde mij dat ze toen 20 was, een Joodse vriend. Maar het is wederzijds. En die... ze wilden dus die Jood niet hebben. Ze wilden gewoon geen Jood in het punt. Ja? Wij willen om religieuze redenen willen het niet. Maar als iemand, het is dus niet waar bij ons niet. Maar als iemand bij ons Joods is geworden, is hij Joods. Ja? Dan denk ik voor mezelf altijd met Gior. Waar ik dan, ik vind als iemand, als ik een Gior doe, dat ik in principe geen bezwaar moet tegen hebben dat mijn kinderen met hem op haar gaan trouwen. Of ik het niet wil, omdat het sociaal, dat is een ander verhaal. Ja, maar ik... Hoe is dat in de kouwen? Net? De kouwen mag niet. Nee, de kouwen mag niet. Restricties. Restricties, maar het is geen discriminatie. In ieder geval het verhaal, daar gaan we niet over hebben. Dat meisje is Joodse vrouw, zei die vader, nou, we willen wel accepteren als hij is verkeerd. Ja? Maar vroeg het meisje van, maar hoe doe ik dat nou? Het is een spoedcursus, katholicisme voor beginners. Ja, voor gevorderden. En zij ging 8 uur ging ze weg, helemaal voorbereid wat ze moest zeggen. En om 3 uur komt ze s'nachts jankend terug. Ja. Jankend terug. En vraagt die vader, maar vindt hij ons geloof dan niet mooi? Zegt ze, jawel, maar hij gaat nu in celibaat. Oh, ja. Okay. Dus die Rav Shimon bar Yochai was het prototype van iemand die dus opgaat in Torah studie. Ja? Want de vraag stelt in de Gemara, wat betekent dat dan? Hij zal toch ook instemmen, zo zegt de Gemara vragen, dat als je een soeker moet bouwen, een soeker gebouwd moet worden, dan zegt hij, ik heb geen tijd, ik leer. Nee, natuurlijk moet die soeker ook gebouwd worden. Maar wat betekent dat dan? Dat betekent eigenlijk dat hij zegt dat wetten toch belangrijker zijn dan studie. He, want hij moet zijn studie onderbreken om die soeken te bouwen. Daar is geen discussie over, zegt hij, maar natuurlijk moet hij die soeken bouwen. Maar wat betekent dat dan? Dus het antwoord, dan kan je zeggen, oké, als het niet anders kan, dan moet je die aan die wet houden. Ja? Maar het gaat dieper. Als hij dus leert, en dat leren brengt niet tot een resultaat, dan is er iets mis met zijn leren. Ja? Als ik leer hoe belangrijk het is om aan het tzedaka te geven, ik ben er helemaal in verdiept, helemaal kan ontploffen, ik snap het helemaal. Maar het puntje bepaaltje ontgeef ik niet. Dan is het niet een gebrek aan mijn geven, dat is een gebrek aan mijn leren. Mijn leren deugt niet. Want het dringt niet tot me door. Ik leer op afstand. Ja? Zoals we weten van Aristoteles, de grote
zedenprediker. Op een gegeven moment wordt hij aangetroffen in een zeer onzedelijke situatie. Wat een vraag. Hoe kan dat nou? Zeg, toen was ik Aristoteles niet. Ja? Kan natuurlijk niet. Nou, dat kan wel. Je kan, ja. dat kan wel degelijk, maar het deugt niet. Nee, ja. Ja? Het kan wel. En mensen kunnen zo opgaan in Torah-studie, maar zoals we haar morgen vergeten. Dan is er iets mis. Dan leren ze natuurlijk briljante geleerden zijn. Maar dan ontbreekt er iets in hun leren. Dus het is niet een gebrek van... Hij stopte, want een mits die hij moest doen en anderen konden het niet doen. En daarom stopte hij met leren. Nee, het is een teken dat er een gebrek is in zijn leren. Ja? Want zijn leren, daar is het probleem. In het leren was een gebrek. Oké, dus we snappen dat als je leert... Nee, meer. Je snapt niet helemaal. Oké. Mag ik wat zeggen misschien? Mag ik wat zeggen voor je het antwoord geeft? Ik denk dat, omdat je niet vertelt wat er ontbreekt aan het leren, als het verkeerd is, ik denk dat je moet zeggen dat mensen heel goed kunnen leren, maar ook moeten kunnen begrijpen wat ze leren en ernaar kunnen handelen. En daar ontbreekt het heel vaak aan. Oké, okay. Ja, dat klopt. Dat is minder. Wat ik dus zeg is, wat is leren? Is leren het vergaren van kennis? Of gaat het leren veel dieper dan alleen maar het vergaren van kennis? Het antwoord gaat veel dieper. Dus als op een gegeven moment, ik heb veel kennis vergaard, maar ik leef er niet naar, dan betekent dat die kennis in een bepaalde oppervlakkige manier in mij is gekomen. Maar mij niet beneemt. Nou, in zekere zin wel, want ik ben niet dusdanig van doordrongen dat ik ernaar moet leven. En het leren van Torah is niet het vergaren van kennis, het is geen studie. Ja, het gaat erom dat we er, het gaat veel en veel dieper. Het zal duidelijk nog duidelijker worden. Ja? Dus als je op een gegeven moment, we vertellen van Samson de Voorheers, die ging al tegen de reform in. Ja, en alle rabbijnen moesten dokter worden, rabbien of dokter. Hij zei van het moment dat de rabbijnen dokter worden, werden de joden ziek. Ja? Want wat gebeurde er? Ben ik dat? Nee, dat kan niet. Weet je wel? Ja, dus de bedoeling is... Stel nou, ik leer precies hoe een mens zich moet gedragen. Dat kan, ik weet het precies, een klein detail. Maar ik leef er ten ene male niet naar. Dan klopt er toch iets in dat leren? Dan is dat leren, dringt niet tot mij door. Is het op bepaalde oppervlak, het omringt mij. Ik ken alle details technisch, maar het dringt niet tot mij door. En de bedoeling is van Torah leren, niet dat het kennis vergaren is, maar dat het lijkt op praktijk. Dus daarom iemand die een groot geleerde is en heel knap is, ja, maar er niet naar leeft, is een Am Haaretz. Een Am Haaretz, een onwetende, nee, Am Haaretz, we gebruiken niet wat je onwetend, Am Haaretz, iemand die in materialisme ligt, in Haaretz, in materiële zaken. Hij kan de grootste geleerde zijn, ja, maar als hij een al brok... materialisme is, ondanks de kennis, dat is Am Haaretz. Ja? En hoe heet een wijs iemand bij ons? Een Talmid Chacham. Talmid Chacham, niet Chacham, Talmid Chacham. Iemand die dus open staat om kennis tot zich te nemen. Dus op het moment. Dus Rav Shimon Bar Yochai was iemand die dus niet alleen maar kennis vergaarde, maar dat was hij. Ja, dus op een gegeven moment iemand is weet ik wel, doet een diamant, ik zeg maar. Ja, hij is een en al een lopende diamant, bij zo'n spreken. Ja? Hij was een en al Torah. Dat was zijn. En het dus niet alleen. Hij ging dus niet die zoeken opzetten, omdat hij anders. Hij wist dat hij ook iets moet doen. Nee, nee. Dat was een logisch gevolg van zijn. Want hij leerde om te doen. Nou, als dat dan het geval is. Hij heeft dan zijn drie kronen: de kroon van Torah, de kroon van Kona, de kroon van Malchut. En de kroon van Torah betekent dus ook de diepte, de ketter Torah. De kroon die in de Torah zit, niet
op de Torah zit, niet in kroon de Torah, nee, dus het diepste van het diepste. Als dat dan zo is, en we snappen nu, wat betekent een Shemtov? Wat betekent een Shemtov? Maar hoe kom je aan een goede naam? Door het doen van goede dingen. Als je goede dingen doet, zien mensen dat, dan krijg je een goede naam. Dus een goede naam zit gekoppeld aan het doen van goede daden. Dus hoe kan hij nou zeggen, het belangrijkste is goede daden? Voor hem was het belangrijkste leren. En het leren moet leiden. Goede daden. Door het leren moet leiden. Ja. Er staat toch een tof, Shem en Tof. Dat zegt niet. Tof, Shem en Tof. Kohelis. Ja, dat weet ik wel, maar wat heeft het hier met mee te maken? Ja, goed, ik weet het niet. Laat me even uitpraten. Oké, we snappen dus dat leren moet leiden tot goede daden. Dat snappen. Dat was zijn leren. Ja? Ja, als je leert dat je naast de liefde moet bedrijven, dan moet niet zijn dat je het niet doet, maar alleen technisch weet dat ook. Oké, dat snappen we. Dus we snappen dat de leren moet leiden tot goede daden. Maar waarom moet hij dan zeggen, Kesher Semtov ole al gabehem, staat erboven? Nee, dat is natuurlijk ook niet waar. Ja? Het Keter Torah betekent dat je leren, en het dus naar tot je moet laten doordringen, want dat heet geleerd, dat je er ook naar leeft. Dat snappen we. Maar waarom moet hij dan toevoegen, de goede naam overstijgt alles? Wat betekent dat? Waarom is dat overstijgt dat alles? Wat overstijgt? Leren betekent ook ernaar leven. En als je niet er leeft, dan heb je niet goed geleerd. Is niet, dan heb je de kennis vergaard, maar dat is niet tot je doorgedrongen. En dat is niet voldoende, zegt Rav Shimon bar Yochai. Dat snappen we. Maar wat betekent dan? Keter Shem Tov, een goede naam, overstijgt alles. Wat betekent dat? Het antwoord is als volgt. Wat is nou het... Kijk, als wij hier op aarde zijn, zoals we hier zitten, de een is bezig met goede daden, ligt daar meer de nadruk op, de ander leert meer, daar meer de nadruk op, en we doen allemaal alles. Ja, dat is eenvoudig betekend. Maar wat is nou uiteindelijk de essentie van het jodendom? Wat is nou uiteindelijk de essentie van Behar op de berg Sinai? De essentie is dat wij bouwen hier op aarde lo yitbareg dira betachtonim, een woning van Kodesh Baruch Hu. Dat overstijgt alles. Of dat nou is leren, of het is goede daden, kohune, of wat dan ook. De essentie van alles moet zijn een woning van Kodesh Baruch Hu bouwen. Dat staat hier. In de wereld is het leren staat tegenover het bezig zijn met goede daden. Mensen die goede daden doen, ja, fantastisch. Ja. Maar die leren niet. Minder. Mensen die leren, houden zich minder bezig met goede daden. Het zijn dingen die tegen elkaar strijden. Ze komen elkaar over, maar het zijn andere benaderingen. Maar de essentie is, Keter Shem Tov, Ole Al Gabehem, dat wij een Shem Tov krijgen, die het gevolg is van leren, goede daden doen, als we het van leren, maar dat kunnen we alleen maar doen, die tegenstrijdigheden kunnen wij uitvoeren, of het nou is middels daden, of middels leren, als wij ons boven de aardse materie plaatsen. Als we weten dat het iets hoogs, dan kunnen we morgen wel een woning hebben. En wat het is op die manier gebouwd, of op die manier, is niet interessant. Dat de emuna, het geloof in Kodesh Baruch Hu, Behar Sinai. Ja, op de berg Sinai werd die Torah gegeven. Daar was alles, iedereen stond in, was perplex bij die berg Sinai. Er was een openbaring van bovenaf en die inspireerde iedereen. En de verschillen dus waren daar ook één. Nou, vandaag de dag is het niet zo makkelijk denken dat ze er één zijn. Ja? Maar dat komt omdat er iets overstijgends was. Dan kun je dus boven verschillende berg Sinai, dat heeft tot gevolg gehad, alle tegenstrijdigheden verdwenen. En zo moet ook zijn in mijn leven. Ik moet mijn zus daar gedragen. Ik weet constant, hij kun je dus boven voor ogen hebben. Weten dat hij wil dat op deze wereld een woning voor hem wordt gemaakt. Dat we hier zouden hebben te dienen.
dat is, en dan kunnen die vallen die tegenstrijdigheden weg. Maar het is niet de bedoeling. En daarom is, en dat is de eerste keer uit die grot, leefde hij nog in de gedachte dat het belangrijk is leren. En het doen van goede daad is verkwisting van tijd. Dus ging hij weer terug. En op de, en 12, dit had ik perk 13, sorry, in Simon 13, 12 wijst 12 maanden op het aardse. Maar 13 overstijgt het aardse. Ja? Dus je moet een niveau zien te bereiken waar je jezelf boven de materie stelt. En dat is precies wat hier gebeurt. Behar. Het is niet de bedoeling dat ik me boven de materie stel en ga zweven. No. Dat moet naar beneden gebouwd. Ik moet in deze wereld staan. Dus Behar Sinai, openbaring. En vervolgens, waar moet ik van leven? Vervolgens, ik heb geen geld dat ik moet verkopen. Maar ondanks het feit dat ik geen geld heb en er een gedachte is dat ik ook afgoden moet gaan dienen, want ik ben de slaaf van die afgoden die zijn geworden. No. Waar je ook bevindt, je moet je op deze aarde bevinden. Gelijk Rabbi Akiva, die ging die spiritualiteit in, maar kwam ongeschonden terug. Dus niet de bedoeling, gelijk de zoon van Aaron, dat we als het ware uit deze wereld treden, ons afsluiten, ons opgaan in spiritualiteit. Ja, spiritualiteit. We weten dat we hier moeten zijn. En dat is Behar. En daarom staat het in de 13e periode. En dat was Reb Shimon Bar Yochai. De diepgang brengen, enerzijds. Anderzijds met die diepgang in die wereld blijven staan. En dat is Lak Baoma. Dus enerzijds weten dat we moeten de kracht hebben om boven tegenstrijdigheden te gaan stellen. Die we vaak niet kunnen begrijpen. Kijk naar misère. Ja? Wie gaat er onder aan misère? Mensen die ze laten meeslepen. Ja? Waar was God in Auschwitz? Ja? Nee. Die vraag moet je niet stellen. We kunnen God toch niet antwoorden. Dat ja. Mijn zuster zei, jullie God is niet mijn God. In Westerbork zei laatst. Oh ja. Oh. Okay. Maar wat ik aangeef, dat is voor ons mensen niet te vatten. Maar Kodesboer is niet te vatten. En dat is het precies. Je moet je, om dat te kunnen accepteren, om te kunnen gaan, moeten we ons boven die vragen, die tegenstrijdigheden. Die wereld is een grote tegenstrijdigheid. Die ene zei, beginnen we met de berg Sinai. En daarna moeten we gaan vragen, waar moeten we nou van eten? Ja? En vervolgens moeten we ons loswringen van afgodendienst. Ja? Dat kan alleen maar door Keter Shemtov Ole Al Gabeem. Als we weten dat voor ons verlangd wordt daad. Ja? En uiteindelijk die daad, die moeten we doen. Verrichtingen. Omdat Hakadosh Baruch Hu wil dat wij voor hem hier een dira betachtoni, een woning bouwen. En of we die woning dan bouwen met Torah-studie of met goede daden. Uiteindelijk zal alles overal moeten, we de kracht moeten hebben om ons erboven te stellen. En zo niet, dan verval je, hè, om even dan uit te brengen, allerlei vragen, maar nooit de antwoord op gekomen, omdat het tegenstrijdig is. Dat is tegenstrijdig. En tegenstrijdigheden bestaan in deze wereld, maar wij moeten weten dat er meer is dan deze wereld. Hakadosh Baruch Hu overstijgt het verstand. En dus wordt van mij verlangd om dat te aanvaarden, zo moet ik leren. En dan, als ik dat weet, dan moet ik dus in die wereld met zijn tegenstrijdigheden aan de slag gaan. Moeilijke materie. Nee, maar mensen begrijpen wat ik zeg. Dat zo. Het geeft nog geen antwoord op de zevende jaar van de landbouw. Jawel, er geeft wel een antwoord op de zevende jaar van de landbouw. Hakadosh Baruch Hu, ik mag die vraag dus stellen. En sterker nog, ik mag niet gaan zeggen, alles komt wel goed. Nee, de Torah zegt, geef aan, je mag die vraag stellen. Oké, dan geeft Hakadosh Baruch Hu laat een wonder zien. Dat je in 16 jaar dubbel verdient. Dan kan ook zijn dat je op een gegeven moment gedwongen wordt om afgodendienst te bedrijven. Je kan geen kant op. Toch wordt van je flauw dat je er niet aan toegeeft. Nee, zo stond aan de Jamsoef. Aan de zee. Ja. Ja. Wat moeten we doen? Hakadosh Baruch Hu zegt tegen ons, als je het doet, weggaan. Op weg gaan. Ja. Maar dat is dus, dat wij hebben dus de kracht
om ons boven de die vragen mag je stellen. Sterker nog, je moet je ook stellen. We zitten in die wereld van onze verleidingen en tegenstrijdigheden. Daar zitten we in. Daar mag ik me niet van afsluiten. Desalniettemin moet ik weten, die tegenstrijdigheden zitten in Hakadosh Baruch Hu zelf. Want Hakadosh Baruch Hu overstijgt ons verstand. Het Joodse volk, het bestaan van het Joodse volk, overstijgt ons verstand. Een uitverkoren volk. Ja, kijk even al die misère. Dat is een constante tegenstrijdigheid. De doodgoede mensen die de meeste gewoon misère hebben. We zijn wel het enige volk dat nog leeft, hè? Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat is die tegenstrijdigheid. Hoeveel slachtoffers onderweg? Ja. Ja? Maar dat is dan precies waar het hier over gaat. Ja? Dus enerzijds moeten we hier op aarde blijven. Ja? Rabbi Kiva als voorbeeld. Ja? Rabbi Kiva was een leven Rabbi Kiva. Hij ging die spiritualiteit in op het hoogste niveau met als doel om terug te komen. Terwijl op dat moment het juist verleidelijk is om dan uit te treden als het ware. Ja, nee, en waarom we hier moeten blijven, dat weten we niet. Hakadosh Baruch Hu wil een woning op deze aarde, wil dat wij hem dienen. Heeft hij ons nodig? Natuurlijk niet. Maar dat kunnen we niet begrijpen. We kunnen Hakadosh Baruch Hu per definitie niet begrijpen. Kedusha zegt dat ook. Kadosh, kadosh. Ja, wat is kadosh? Nee, maar ook lokol haaretz, is overal. En nimkoma ga, vanuit zijn plaats. En wat betekent kadosh? Kadosh betekent afgezonderd. Is afgeschreven, over zijn verstand. Het is voor de engelen is dat de ene ziet als zo en de andere ziet als zo. En de mens moet met de tegenstrijdigheden leren leven. Absoluut. Dat is wat hij is. Het zou Sion bij elkaar eens. Oké. Ik zou zeggen, schuif. Namens iedereen. Ik rees als je kan. Ja, het was een beetje ingewikkeld. Dat maakt niet uit. Dan blijf je bij de les. Kan je ook niet slaan. Heel hartelijk dank, Rabbi Jacobs. Ik vond het heel indrukwekkend. Heel indrukwekkend. En voor mij een heleboel toch wel duidelijk, maar misschien ben ik daar te simpel in. Wij moeten beseffen uiteindelijk dat die kunnen snappen. Dat is precies wat bij de wetenschap. Dan hebben ze nou weer een zwart gat ontdekt. Hartstikke interessant. Maar wat is dan na, dat zal zeker zo zijn. Maar wat is dan na het zwarte gat? Dan wordt er, ja, wat kun je volgende? Niemand weet dat, nee. Maar daar wordt niet over gesproken. Daar wordt niet over gesproken. Er wordt gesproken over dingen die waarneembaar zijn. En op een gegeven moment kom je altijd op. Ik herinner me, ik was op school een stout jongetje. Vroeg aan de natuurkunde leren, als mijn raket omhoog gaat, waar kom ik dan uit? Nou, na heel veel plezier. Dan kom je in het oneindige. En iedereen snapte dat. Maar stel nou, een dag later zou de dominee gezegd hebben, dan kom ik bij God uit. Maar de ouders zullen dat die eerst wel eens bewijzen. Maar het oneindig is net zo onbewijsbaar. We moeten snappen, niemand kan zich voorstellen zoals we hier zitten, hoe intelligent ook. Ja? Dat is in feite de relativiteitstheorie. Het is relatief allemaal. En uiteindelijk kunnen we het niet vatten. Wij kunnen vatten iets dat driedimensionaal is. Ja, de grootste wetenschapper, de grootste arts, kan niet mij uitleggen hoe een kind geboren wordt. Ja, ze beschrijven wat er gebeurt. Maar dat het kan gebeuren, dat van een zaadje een prachtige boom kan ontstaan, dat snapt niemand. Nee, maar het leven überhaupt is niet te begrijpen. Waarom bleef de boom, waarom bleven wij? Ja, en waar is het begin? Kijk, ja, wij zijn ook allemaal gaan wij over nadenken. Van niet over nadenken. Dat heeft geen zin. Nee. Dat is het precies. Hè? Het oneindige, Hakadosh Baruch Hu zelf valt niet te vatten, want de regio's zullen hebben, geen naam. Ja? En een van is één soort, het oneindige. Oké, heren. Volgende week. 4 juli had ik gezien. Het is het begin, de geest dan was 4 juli. Zeg me hier ochtend. Kun je zeggen dat geloof geen wetenschap is, maar wetenschap is dan een geloof en een berust op aannames. Zeker zin, dat is ook zo. Moeilijke ochtend, hè? Ja? Allerlei moeilijke dingen allemaal. Heet dat goed, ja, hè? Ja. Nee, dat is goed. Ze zeggen dat als we ouder worden, denk je dat je weet een beetje je hart is. Nou, naarmate je wijzer wordt, weet je steeds meer dat je minder snapt. Ja.
Mijn heren, jullie worden bedankt voor de aanwezigheid. Hoe zit het met de tante? Ik krijg daar niet zo hoog van. Wat? Ja. Ik denk dat het goed is. Ik denk dat het wel beter wordt. Ja? Ja, dat is wel. Ik probeer, ik wacht gisteren dat ze niet meer komen. Dat is het wel. Dus gisteren was ik in... Met jou. Tot ziens, Raf Evert. Eén seconde. Ik zat te denken, geen enkel dier kan alleen, want dan is het niet goed. Ja. Raf Evert. Helemaal alleen. Is ook. Oh, hij hoort niet. Ja, ja. Tot ziens. Tot woensdag. Kunnen we nog iets vragen? Ja, maar als je een vetkap hebt, ergens op een wervel of bij een gevricht, dan is dat dus een bron voor een gespel. Dan kweekt dat gewoon een veilige plaats voor een virus. Ja. De virussen bijvoorbeeld mee. Maar en als je dus bijvoorbeeld kistes hebt. Is het nou, maar is een virus daar prettig? Voelt hij zich daar prettig? Heel veel mensen met kiestes, maar niets meer gebeuren. Ja, ik heb bijvoorbeeld een vetbak op mijn rug gehad. Dat kun je laten wegsnijden. En ik voel het dus steeds dat ik blijf zitten in mijn rugwervel. Als ik laat gewerkt heb, of ik kom thuis van heel laat fietsen, dan blijf ik toch in mijn rug zitten. En het komt niet. Meer zoals vroeger, lekker soepel. Net als mensen in een auto zitten, moet je meteen in zo'n stoel gaan zitten. Ook dat tegen mijn onderhoofdgaar en thuis. Jong moet sprong zijn om te zorgen. Ik moet er van blijven. Die rug heb ik ook cadeau gekregen. Ja. Cadeau. Ja. Ja. Och. Nou,
mijn rector zei steeds, ja, je moet harder werken. Je staat met je rug tegen de muur. Ja, ja. En achteruit niet. Huh? Dan kun je niet achteruit, maar je kunt wel vooruit. Ja, maar dan staan er zoveel mensen voor je. Ja. Zo, goed jullie allemaal. Nummertje trekken. Tot ziens wel weer. Tot ziens. Maar het is wel geluidloos, dat wagentje. Ja, gelukkig wel. Stille water in de diepe gronden. Stille water aan de diepe gronden. Ja. Oké, goed. Wanneer is u gaat dus naar Den Haag donderdag? Ja, voor deze denk ik ja. Waar is de plaats waar er wat gebeurt? Joodse gemeente Den Haag. Ja, maar dat zijn liberalen. Nee, er is maar één Joodse gemeente in Den Haag. De Houtstraat? Cornelis Houtmanstraat, yes. Maar welke bus gaat daar vanuit Centraal Station? Dat weet ik. Vroeger was dat 23. Ja, dit is 10 minuten lopen van Centraal Station. 10 minuten? Ja. Van Centraal Station is 10 minuutjes lopen. Dresdenstraat door en dan ben je. Hoe laat is dat? Je krijgt een e-mail van mij. Ja, maar dat is van mij, dus ik ben nog steeds... Ja, ik weet niet uit mijn hoofd. Ik geloof 1 of 2. Ik weet het niet. Waar? Even kijken. Ja. Stoel nog even een beetje. Dan kun je even een stoel even aanschuiven. Is dat nog wel moeilijk? Nou ja. Dan moet ik even op het schildje wachten. Oh, die is er een naaien. Ja. En dan kun je mooi weer het is. Ja. Het was regen voorspeld. Ze zeggen, hé, dan ben ik met me mee. Nou. Dat was op de fiets gekomen. Ja. Okay. Nou, misschien mag je ook even een steekje doen. Huh? Misschien mag je ook even een steekje doen. Oké. Okay. Ik vraag je aan een selectieve van de stad. Zo. Ja. Dat is mannen die voor de grip vandaag. Ja, ja? Ja. Beste keer, maar. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ik moet dus gewoon geld overmaken. Ja. Op een adres gewoon. Ja. En hoe moet ik dat naartoe? Moet dat, kan ik dat bij meneer Abraham nog? Doet hij dat voor je? Of moet ik daarvoor naar een bank? Ja, dat weet ik niet. Dan moet je dat hier aan de Joodse gemeente. Dan moet je even een afspraak maken. Meneer Abraham ging naar het Centraal Ziekenhuis. Ja, dat weet ik niet. Maar die werkt hier niet meer, geloof ik. Hoe werkt hij niet? Nee. Die zijn er met pensioen. Oh ja? Ja. Dat is 65 meter. Ja, ja. Dus dat zou ik niet weten. Oh, ik zou niet weten. Dan moet je iemand op kantoor vragen. Je boterham... weet dat? Nee, die is gewoon uit. Oké. Dankjewel. Wacht, ik heb mijn tasje opgestuurd. Goed, prima, bedankt. Oh ja, er was nog eentje. Tatjana, hup, die wilde hier nog wat vragen. Ja, Paul. Ja? Kijk, je recording staat aan. Je kan... Oh, wacht, heb ik nog niet uitgedaan? Oh, oké. Kijk, je bent al weg. Dus,
Maar waar is mijn tasje gebleven? Ik heb vergeten uit de lof, want er was wat anders. Dus ik vraag het even af. Even. Het spreekt bij de persoon die u belt is niet beschikbaar.